En als je van de week de politiek verslaggevers hebt gehoord op televisie, dan weet je dat ze aan alle kanten bestookt zijn met verhalen over Esther Ouwehand, maar dat nog niemand bereid was om dat met naam en toenaam te doen. Ik verwacht dat die de komende tijd nog wel komen. Het bestuur van de Partij voor de Dieren trad af. Esther Ouwehand blijft fractieleider. En gisteren werd de kandidatenlijst voor de verkiezingen gepresenteerd. En daarmee lijkt, na meer dan een week ruzie en gedoe, op het eerste oog de rust weergekeerd bij de Partij voor de Dieren. Of juist helemaal niet, Angela, is dit valse schijn. Nou, ga je het aan mij vragen wat er binnen die partijen gebeurt. Nee, maar wel of jij het idee hebt dat de rust is teruggekeerd. Nee, dat heb ik niet. Nee. Ik zat gisteravond, we hebben er toch net over op één gehad. Daar zat natuurlijk een bestuurslid, meneer Van der Werf, geloof ik dat hij heette. Mm-hmm, en die gaf klip en klaar toe dat er natuurlijk iets uit de computer is gestolen. Of uit de e-mailbox van Esther Ouwehand. Ik dacht, nou, dit is wel weer een nieuwe fase, denk ik. Dat we dat gewoon ook toegeven, dat het op oneigenlijke manier uit haar mailbox is gehaald. Ja. En hij is nu samen met Nico Kofferman natuurlijk de eerste die op televisie ging. En als je van de week de politiek verslaggevers hebt gehoord op televisie, dan weet je dat ze aan alle kanten bestookt zijn met verhalen over Esther Ouwehand. Maar dat nog niemand bereid was om dat met naam en toenaam te doen. Ik verwacht dat die de komende tijd nog wel komen. Ja. Gerdy Verbeet, met al uw politieke en Haagse ervaring, hoe heeft u dat gevolgd afgelopen week? Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ik heb de opkomst van Partij voor de Dieren meegemaakt. Twee ontzettend hardwerkende vrouwen die echt iets bijzonders gepresteerd hebben. Ze hebben hoe je ook over het onderwerp, ze hebben iets echt op de kaart gezet. Dus ik vind, en die nu dus in een fase komen met de groei van hun partij, dat ze natuurlijk moeten kiezen, gaan we verantwoordelijkheid nemen of niet? En dat een groep mensen die eigenlijk de actie, de getuigenispartij wil krijgen nu, dit soort methodes gaat gebruiken om een hele legitieme vraag, wat wordt onze nieuwe methode, om die op die manier... Hoe gaan we verder in de vraag gaan we verder? Nou, ik vind het werkelijk verschrikkelijk. En ik hoop zo, en ik gun het de Partij voor de Dieren zo, dat het nu wel stopt. En misschien kunnen wij daar zelfs nog allemaal een beetje aan meewerken. En dat ze weer gewoon naar de inhoud kunnen gaan. Ja. En, of is het gewoon een ordinaire machtsstrijd? Dit is een machtsstrijd over de weg waarop je je doelen wil bereiken. Heeft u ooit zoiets eerder gezien in uw carrière? De oudere partijen hebben we natuurlijk nog levendige herinneringen aan. Er waren ook wel grappen over van wilde echte oudere partijen opstaan. We hebben dat natuurlijk gezien met dramatisch in het laatste periode met Pim Fortuyn, zijn ruzie met Leefbaar. En toen Fred Teven de lijsttrekker werd van Leefbaar, met één zetel in de Kamer kwam en Fortuyn met heel veel. Nee, dit is op zich niet nieuw. Nee, dit gebeurt. Anna Dijkman, het conflict was behoorlijk dominant in het nieuws. Is dat terecht eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje met verbazing naar heb zitten kijken hoeveel aandacht er voor was. Want ik moet zeggen dat ik het ook een beetje zie als een machtsstrijd. Het hoort bij de ontwikkeling van een partij. Zien dit best wel vaak. Je ziet dit zeker op de rechterflank in de splinterpartijen. Zie je dat aan de lopende band. Dus ik heb er ook met wat minder aandacht dan misschien de rest naar gekeken. Omdat ik ook wel vind dat je de vraag kunt stellen, moet nou alle energie naar dit soort strijd? Of we zitten voor Prinsjesdag, we zitten voor de verkiezingen. Er komen verkiezingsprogramma's naar buiten. Maar dat was op zich al toch ook de koopkracht bijvoorbeeld. Daling was gisteren heel prominent in het nieuws. Maar ja, absoluut. Maar ik vind ook, dus laten we iets minder alleen maar naar dat soort strijdjes en poppetjes, maar laten we iets meer inhoudelijk. En ik zeg het ook omdat steeds meer partijen kiezen ervoor om hun partijprogramma bijvoorbeeld niet te laten doorrekenen. Ja. En daar ligt meteen dus ook een taak voor ons als journalisten om te kijken van, wat beloven ze nou? Wat betekent dat? Want gratis bier beloven is heel erg makkelijk. Ja. Maar en daar kun je ook heel veel kiezers mee winnen. Ja. Maar wat ga je dan vervolgens doen? Dus klinkt een beetje belerend, zo van, let nou op de inhoud, mensen. Ik vond het ook wel echt een soap, hoor, waar ik echt van heb zitten smullen. Het is inderdaad een soap om te smullen, maar laten we het ook niet veel groter maken. Het was een soap, maar het was ook een soort traject deze afgelopen week, toch? Want aanvankelijk was Ouwehand echt het slachtoffer. Een talentvolle fractieleider die vanwege onduidelijke redenen werd geslachtofferd. Woensdag kwam ze als grote overwinnaar van die machtsstrijd uit de bus. In de loop van de week bleek het toch allemaal wat genuanceerder te zijn. Zo zou Ouwehand geprobeerd hebben om het bestuur te tackelen. En steeds komt die suggestie van andere meldingen op tafel. Bazig gedrag bijvoorbeeld. Angela, kortom, het lag allemaal niet zo zwart-wit. Nee, en dat is denk ik wel iets wat de media zich mag aanrekenen bij al dit soort rellen. We zijn altijd volgens mij op zoek naar en de goeie Rick en de slechte Rick. En het moet heel zwart-wit zijn op de een of andere manier. En het zijn natuurlijk altijd 50 tinten grijs die daartussen zitten. Ja. En die zijn iets minder sexy om de enerzijds, anderzijds en een beetje dit en een beetje dat is natuurlijk veel minder interessant. Ja, en tegelijkertijd is het ook wel een beetje natuurlijk de dynamiek. Er gebeurde iets zaterdag en je dacht bij je allemaal, ik ben niet eens zo'n enorme
politiek volger. En ik ben al helemaal geen Partij voor de Dieren stemmer. Maar ik dacht wel van, hoe kunnen die mensen zo gek zijn dat ze, ze staan zo goed, ze groeien ieder jaar. Ik bedoel, ze hebben een boegbeeld wat het enorm goed doet. Ja. Hoe kunnen ze zo raar, laat ik het even heel netjes zeggen, hoe kunnen ze zo dom zijn dat ze haar opzij schuiven op zaterdag? Goed, de nood was blijkbaar hoog en het liep gewoon echt uit de hand. Geen lieve weet. Ook een trajectje doorgemaakt afgelopen week? Een soort van ontwikkeling? Ik vond het van het begin af aan vond ik het heel treurig dat het gebeurde, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ontleen daar geen enkel genoegen aan. Maar iemand bazig noemen die de leiding heeft, dat vind ik heel bijzonder. Je hebt bazig en bazig natuurlijk, hè? Ja, dat verschillende manieren zijn. Dat is toch echt een manier om iemand zeg maar een soort etiket te geven, wat werkelijk niet meer van deze tijd is. Dus natuurlijk, als je iets wil, dan ga je voorop. En op een gegeven moment heb je een besluit genomen en dan wil je dat je die kant op gaat. Ja, daar kan je toch niet eindeloos gaan zitten kwartetten. Nee. Dat willen we wel graag, hè, dat vrouwen dat doen. Dat ze schiet toch op. Nee hoor, dan doet is een keer iemand een beetje flink en dan is dat ook weer niet goed. Ik stel voor dat we hem laten rusten, even. Heel goed. Ik denk dat we volgende week er nog wel een paar keer over praten. Ja, precies. Het is een machtsconflict en dan heb je altijd twee partijen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.